Ik ben Robin en welkom bij aflevering 4 van Robin's Mol Talk. De aflevering waarvan ik stiekem hoopte dat deze nog enige tijd niet zou komen. En de reden daarvoor is eigenlijk heel simpel. Lakshmi heeft helaas het spel moeten verlaten. Ik zei je nog vorige week dat ze een potentiële mol zou kunnen zijn. Maar helaas is dat dus niet het geval. Best jammer, maar hé, hey, dat is het spel. Dan alweer op naar de vierde aflevering van Wie is de Mol. En dit was toch best wel een leuke aflevering met ook wel een hele mooie setting. En toen ik dat zag had ik ook zoiets van, ja dat zou ik best wel eens met mijn eigen ogen willen zien. Kort samengevat, probeerden mensen mee te liften bij de eerste opdracht. Probeerden ze ook de foto's uit te hangen zonder fotogeniek te zijn. En tot slot, de laatste opdracht stond natuurlijk in vuur en vlam. En helaas hebben wij niet voor het zeggen wie naar huis gaat. Maar goed, dit is wel gelijk het moment om Robben Smalltalk te gaan beginnen. De titel van deze aflevering was dan ook voor het zeggen. En zoals iedereen weet had Splinter het meerdere malen voor het zeggen tijdens de opdrachten. Ja, hier kan ik een hoop op zeggen, maar als penningmeester heb je natuurlijk dat voordeel. Dit zou een hint naar Splinter kunnen zijn als mol, maar wat nou als je het niet voor het zeggen had? In opdracht 2 had Marije het niet voor het zeggen bij het omdraaien van de bordjes om uit te vinden wie bij de foto's hoorde. Ze probeerde het meerdere malen. Maar Charlotte ging er niet altijd op in. Doe nog maar een foto's, ja, want het is toch gratis? Nee, het is niet gratis. Ja, 50 euro. In ieder geval, voor zover de afleveringstitel. En meer als dit kon ik niet zo snel 1-2 vinden. Dan uh, gauw door naar opdracht 1, waar de titel op Meeliften van is. Hier kon 2250 euro verdiend worden. Maar omdat er een hoop vragen uh, niet volledig beantwoord zijn, is ze maar 1155 euro verdiend. Hier zijn mij wel een aantal dingen opgevallen die ook in andere hints en theorieën video's zijn voorgekomen. Natuurlijk wel de bekende jokerlach van Charlotte. Uh, uh, het... Die lift. Deze is natuurlijk al zo vaak voorbij gekomen. En ik heb toch wel een beetje mijn twijfels of dit ook wel echt een hint kan zijn. Omdat het tot nu toe elke week iemand anders is geweest. En daarnaast denk ik ook stiekem wel dat we Rocky. Een beetje van de verdachte lijst af kunnen strepen. Zeker omdat ze Joshua moest helpen om antwoorden te geven door middel van Hins. Noem drie landen die beginnen met een D. Duitsland, Denemarken, uh, Fuck, naast Haiti. En ik denk dat dit wel overduidelijk is. Maar wat mij wel tijdens de opdracht is opgevallen. En ik weet niet of dat bewust zo is gemonteerd. Maar het leek erop dat Joshua bewust net niet genoeg antwoorden gaf om. De volledige 50 euro per vraag binnen te halen. Het zou een hele goede hint richting Joshua als mol kunnen zijn. Maar gedurende de afleveringen laat hij wel heel veel van deze steken vallen. Dus ik heb wel een beetje mijn twijfels steeds meer. of hij ook echt daadwerkelijk de mol is. En dan uh, gaan we door een opdracht 2, ook wel fotogenie of fotogeniek genaamd. Dit was een opdracht waar relatief lastig gemold kon worden. Daardoor kon ze van de 1400 euro die ze konden verdienen, 1200 euro voor de pot binnenslepen. En het moment dat ik de titel zag, uh, zat ik mij ineens ook wat te bedenken. En ja, het kan misschien wat ver gezocht zijn, uh, maar dit was precies hetzelfde vorig jaar bij seizoen 20 is de Mol. En ook precies dezelfde aflevering en precies dezelfde opdracht. Daar was de titel verkeer of verkeerd, met D tussen de haakjes, en was Rob guy de Mol. Dus wat tussen de haken zou kunnen zijn, zou kunnen duiden op de achternaam van de mol. En zoals iedereen weet is de achternaam van Marije Knevel. Dus zou het daaraan gerelateerd kunnen zijn. En zou dit een hint richting Marije als mol kunnen zijn. En ook zoals ik net zei, Joshua laat heel veel steken vallen. En ook hier heeft hij weer een foto vergeten. Dit keer een foto van Lakshmi. En ja, en het is ook een aantal mensen opgevallen dat er ook bij Lakshmi eh, bij het begin van de opdracht dat daar een mollogo zat opgeplakt. Zoals iedereen weet is Lakshmi afgevallen en Joshua had geen foto voor haar ingeleverd. Dus vandaar het eh, logo natuurlijk op het bord. En het andere wat mij ook tijdens de opdracht is opgevallen is de iets wat opvallende foto van Splinter. Je had niet kunnen weten dat hij hiermee de blaadjes aan de boom bedoelde met de haarkleur van Lakshmi. In ieder geval dat is ge genoeg voor opdracht 2 en dan is het alweer tijd voor opdracht 3 genaamd in Vuur en vlam. De opdracht waar het volledige bedrag gewonnen is en dat is niet iets wat zo heel vaak voorkomt volgens mij en um, wat ik ook heb gezien en heb gehoord is dat dit tot nu toe een van de hogere bedragen is wat het ooit gewonnen is tijdens deze uh, seizoenen van Wie is de Mol. Ja, ik ben er toch stiekem wel een beetje bang voor dat het echt wel de hoogste pot ooit gaat worden. Maar, zoals ook in de trailer zagen voor vorige week, zou het natuurlijk ook zo kunnen zijn dat er ook heel veel geld uit de pot gespeeld gaat worden met de opdrachten die gaan komen. Maar goed, verder met de opdracht. Een van de weinige opvallende momenten natuurlijk was wanneer René de sleutel overdroeg naar hockey. Want hier was ze bezig met het touw en als je het heel letterlijk neemt natuurlijk het rode draad en kon ze een slot niet open krijgen. Terwijl ze zei dat ze alle sleutels had geprobeerd. Nee die is al geprobeerd. Oké okay, met deze? Ja. Stop hem in het slot, meteen open. En ook was René als enige aan het knoeien met de touwen, wellicht om al tijd te rekken, maar als ze de mol is kan ze dat natuurlijk niet al te veel doen, want dat zou op den duur gewoon heel erg erop vallen. In ieder geval, ik denk ook wel een van de lastigste opdrachten om te kunnen mollen. En dan uh, zijn we al aangekomen bij de test en executie en natuurlijk ook de afsluiting van deze aflevering. De aflevering uh, waar Lakshmi het spel moest verlaten, de verdenkingen zijn dus voor mij nu weer veranderd. Uiteraard door Lakshmi. En dat houdt in dat Joshua er nog steeds voor mij in staat. Vanwege de halve antwoorden en natuurlijk dingen niet volledig aanleveren. En nou ja, noem het maar op. En Marije staat er ook nog in vanwege opdracht 2. Natuurlijk omdat zij probeerde wat uh, minder geld voor de pot te verdienen door extra foto's om te draaien. Helaas ging Charlotte er natuurlijk niet in mee. En René staat er voor mij ook nog in. Omdat zij toch wat opvallend weinig verdient tijdens alle opdrachten. En zij uh, laat ook het meeste geld varen. Zoals ook uh, hier op deze foto te zien is. En uh, dat is uh, waar ik het voor nu ook bij gelaten. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze aflevering. Als je het dan hebt gedaan laat een like achter en vergeet niet te abonneren. En als je bent geabonneerd, vergeet niet het belletje aan te zetten zodat je bericht binnenkrijgt wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. En dan zeg ik van nu. Uh, Later. We...